Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van God bestaat. Vandaag gaan we naar een interessant onderwerp kijken, namelijk kan God en het kwade tegelijk bestaan, ja of nee? Atheïsten beweren namelijk dat het logisch onmogelijk is dat God en het kwade tegelijk bestaan. Vandaag gaan we achterkomen of dit klopt, ja of nee? We hebben in de vorige afleveringen gezien dat God alomtegenwoordig, alwetend, almachtig is. Maar toch kunnen atheïsten wijzen naar de Holocaust, naar oorlogen, naar jonge kinderen die sterven en zeggen van kijk, dit is bewijs dat God niet bestaat. Epicurus, een Griekse filosoof in de 3e eeuw voor Christus, had dit op een bepaalde manier geformuleerd. Laten we eens naar kijken. Hij zei, als God bereid is om het kwade te voorkomen, maar niet in staat, dan is hij niet almachtig. Als hij in staat is om het te voorkomen, maar niet bereid, dan is hij niet goed. Als hij bereid is en in staat is, hoe kan het kwade dan nog steeds bestaan? Als hij zowel niet bereid is en niet in staat is, waarom zullen we hem dan God noemen? Hebben Epicurus en de atheïsten dan hiermee bewijs getoond dat God inderdaad niet bestaat? Of dat het logisch inconsistent is dat God en het kwade tegelijk bestaan? Nee. Laten we een voorbeeld nemen van een logisch inconsistente argument. Bijvoorbeeld, John is een bachelor en is getrouwd. Kijk, dat kan niet tegelijk. Hij is of een bachelor of hij is getrouwd. Dat denken atheïsten dus ook namelijk over het geloof. Zij denken dat een liefdevolle God en het kwade niet tegelijkertijd kunnen bestaan. Alleen zit hier wel een heel belangrijk probleem met dit argument van hen. Want onderliggend aan dit argument, namelijk een liefdevolle God en het kwade kunnen niet tegelijk bestaan, zitten twee aannames. En die twee aannames gaan we even dieper op in of deze aannames zo kloppen, ja of nee. Twee aannames. De eerste aanname is, als God almachtig is, dan kan hij elk mogelijke wereld creëren die hij wil. De tweede aanname is, als God liefdevol is, zal hij een wereld willen zonder het kwade. Laten we kijken of deze beide aannames kloppen, ja of nee. Ten eerste, klopt het dat als God almachtig is, dat hij dan elk mogelijke wereld kan creëren die hij wil? Nee, want wat nou als God een wereld wil waar iedereen een vrije keus heeft? Dan zou dat niet opgaan. Zoals in Openbaringen 3 vers 20 staat, zie ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken. En hij met mij. Dus dat is niet waar. Het is niet waar dat God elke mogelijke wereld kan creëren. Want als hij een wereld wil creëren waar de mens een vrije wil heeft, en dat doet hij uit liefde, dan moet het ook zo zijn dat het kwaad er bestaat. Want het is namelijk een vrije keus voor ons om het goede of het kwade te kiezen. Het is dus logisch onmogelijk voor God om mensen te dwingen vrijwillig voor hem te laten kiezen. Of ons vrijwillig de juiste keuze te laten maken. Eigenlijk is dit hetzelfde, mensen vrije keus geven en tegelijkertijd dwingen om de juiste keuze te maken, dat is logisch onmogelijk. Dat is hetzelfde alsof je een cirkel maakt dat vierkant is. Dat kan niet. Het is of cirkel of vierkant. Of je hebt liefde en vrije keus, of je hebt dat niet. Dus het is onmogelijk en het kan niet. Dus hiermee hebben we gezien dat de eerste aanname van de atheïsten niet klopt. De aanname dat God elke mogelijke wereld kan maken die hij wil. Dat kan hij niet, want als hij een wereld wil waar iedereen vrije keuze heeft, dan moet er ook een keuze zijn voor het kwade. De tweede aanname waar we naar gaan kijken is de volgende. Klopt het dat als God liefdevol is, dat hij een wereld zou willen zonder het kwade? Ook deze aanname klopt niet, want hoe kunnen we achterkomen wat voor wereld God zou willen creëren? Dat is onmogelijk. Dus het is niet mogelijk om voor ons te weten dat als God, dat God überhaupt de wereld wil zonder het kwade. Hoe weten wij wat God wil? Dat weten we niet. Tevens kennen wij ook momenten waar pijn op de korte termijn rechtvaardigd wordt voor succes op de lange termijn. Denk bijvoorbeeld aan de tandarts. Daar doet het even pijn, maar dan heb je later succes op de lange termijn voor. Dus daarin kunnen we zeggen van, hey, God kan wel goede redenen hebben dat om het kwade toe te laten. Dus als we kunnen aantonen dat er maar een argument of dat het maar mogelijk is dat God het kwade kan toelaten, dan is de aanname dat
Als God liefdevol is, dat hij dan een wereld zou willen zonder het kwade, ga dan niet meer op. Hoeft dan niet meer noodzakelijkerwijs waar te zijn. Dus nu zien we ook dat het tweede argument of de tweede aanname ook weer niet klopt. Het klopt niet dat als God liefdevol is, dat hij een wereld zou willen zonder het kwade. Want we hebben gezien, soms heb je het kwade op de korte termijn nodig voor succes op de lange termijn. Dit argument dat ik jullie net heb uitgelegd, wordt ook wel het logische argument van het probleem van het kwade van God genoemd. Het logische argument, dus dat gaat over dat het, wat de atheïsten dan beweren, dat het logisch onmogelijk is dat zowel God als het kwade bestaan. Het is of God bestaat of het kwade bestaat. Maar vandaag hebben we gezien dat dat niet klopt. We hebben gezien dat er twee aannames liggen aan het argument van de atheïsten dat God en het kwade niet tegelijkertijd kunnen bestaan. Namelijk, de eerste aanname is dat God elk mogelijke wereld zou kunnen creëren die hij wil. Namelijk, nee, dat is niet zo, want als hij een wereld wil waar de mensen vrij wil heeft, dan moet het ook zo zijn dat er keuze gemaakt kan worden voor het kwade of niet voor God te kiezen. En de tweede aanname die we hebben gezien is dat als God liefdevol is, dat hij dan een wereld zou willen zonder het kwade. En we hebben gezien, soms uit liefde moet je iemand pijn doen op de korte termijn om hem lange termijn nog meer geluk te geven. Dit was dus de eerste aflevering over de korte serie reeks video's die ik ga maken over het kwade en God bestaan tegelijkertijd, ja of nee. Vandaag hebben we dus gekeken naar het logische probleem en we hebben gezien dat het mogelijk is dat God en het kwade tegelijkertijd bestaan. In de volgende aflevering wil ik nog een stap verder gaan en beweren dat zelfs het kwade bewijs is dat God bestaat. Dat vertel ik jou in de volgende aflevering. Tot dan.